Hup, overslaan, hup. SV Urk heeft heel veel ervaring in moeten leveren. Pieter Ras, Kees Wakker en William Visser zijn gestopt. En spits Paul Smit is naar hoofdklasser Staphorst vertrokken. De selectie kent eigenlijk maar één nieuw gezicht. En dat is Lau Korf. De jeugdspeler komt vanuit A1. Ja, het kijkniveau ligt gewoon wat hoger. Als je dat vergelijkt met A1, ik ben tweede jaar meer geweest, dan ben je een voorbeeldfunctie. En ja, nu kom je opnieuw bij, zeg maar, bij Urk 1. Het is gewoon even aan het wennen. Het niveau is hoger. Nieuwe trainer. Net nieuwe spelers voor mij, zeg maar, waar ik nooit meer getraind heb of gevoetbald. Ja. Het is even wennen, maar we komen er wel. Als je iemand inspeelt, als Klaus Gerrit inspeelt, noem dan Gerrit. Ook heeft de ploeg een nieuwe trainer. Henk Konings uit Drachten stond vorig jaar voor de groep bij hoofdklasser Jouweren. Als ik kijk naar vanochtend de eerste training, het enthousiasme, en denk ik van, er moet zeker iets moois kunnen bloeien hier. Let op, zometeen 10 keer rond. De Urkers moeten na 17 jaar een stap terugzetten. Betekent voor het drietal gewoon blijven staan. En dat kwam hard aan op Urk. Als je iedereen vraagt, die wil zo snel mogelijk weer terug. Maar laten we het eerst maar eens een paar wedstrijden bekijken hoe het loopt. En dat we eerst maar eens 2 wedstrijden achter elkaar zien te winnen. Wat we 2 seizoenen niet hebben gedaan. Eerste kluis, hoofdkluis is gewoon een dag na van verschil. 3. Oh, lekker. 4. 5. Je krijgt misschien wat meer met het harde werken te maken. Nou, daar zul je zelf ook een stuk arbeid tegenover moeten zetten. Maar ook in de huidige eerste klas met Harkemasse Boys, Drachten Boys, HZVV zit een zeker ploeg, Leeuwarden Zwaluwen, Blauw-Wit. Ook ploegen die hoofdklasse ervaring hebben. Dus wat dat er gaat, denk ik dat er een mooie competitie kan ontstaan. Ik denk dat we meer een team moeten worden en dat je voor meer moet vechten. Vooral ook in de eerste klas moet je meer je lichaam gebruiken, meer mentaliteit laten zien. En dan komt het wel redelijk goed, denk ik. Ik denk dat het belangrijk is dat je eerst weer gewoon een stuk plezier en resultaat krijgt. En goed, we hopen zo lang mogelijk mee te doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de visieuze cirkel doorbroken wordt. En dat je punten gaat pakken. En dat het zo mooi zijn als het gepaard gaat met goed voetbal. Maar eerst weer de prestatie naar boven krijgen. Ik verwacht dat we zo snel mogelijk terugkomen en hoofdkluizen. Nee, eerste bal moet gewoon gelijk goed. Dat is zaterdags ook. Eerste bal moet gewoon goed. Oké, spelen maar. Volgens mij is de balans goed in de groep. Verdedigers, middenvelders, aanvallers. Nou, en ze moeten maar laten zien. Er is een mix van ervaring en jong. Nou, dat zou moeten blijken. En op zijn linkje weer.